De spoorzone geeft de historie van Winterswijk aan. Vroeger was Winterswijk een enorm knooppunt in het spoorgebied. Maar dit gebied omvat ook heel veel hectares, wat jarenlang toch verloederd was en leeg stond. En wij wilden als gemeente Winterswijk graag de verbinding tussen de beide kanten van Winterswijk op een goede manier tot stand brengen. Wat vindt u van het resultaat? Ja, nou, ik ben trots op het resultaat. Het feit dat zo'n school er staat is makkelijk, want de kinderen kunnen aankomen, zelfs ook met de trein, maar ook met de fiets of met de bus. En die zijn eigenlijk gelijk op de plek waar ze ook naar school gaan. Maar daarom zijn bijvoorbeeld ook die fietsenstallingen zo ontzettend belangrijk, want als die niet op een goede plek liggen, of niet dat je het perron niet makkelijk kan bereiken, dan wordt het een enorme chaos bij zo'n station. En dan krijg je gelijk een verloederde blik op dat station. En dat willen we juist absoluut niet, want dan voelen mensen zich er niet veilig. En dan wordt juist ook weer het vervoer niet goed gebruikt. Dus je moet het mooi houden, je moet het aantrekkelijk houden en het moet ook slim zijn. Het was een proces van bloed, zweet en tranen. En dat hoort bij elk proces. Er zijn echt wel eens momenten geweest waarvan we dachten, krijgen we het allemaal wel rond. En in financiële zin, bestemmingsplan. Maar uiteindelijk denk ik dat we heel trots mogen zijn op het proces en op het eindresultaat. Is Winterswijk in deze een voorbeeld voor andere gemeenten? Ja, dat kun je wel stellen. Zij hadden natuurlijk zelf een heel duidelijke visie op hoe het zou moeten worden. En dat zeg ik al, dat is best wel lastig, want daar zitten mobiliteitsopgaven in. Maar er zitten ook een heleboel zaken in die je dan tegelijk kunt regelen, maar die op andere manieren soms geregeld moeten worden. Ook met geld of uit verschillende, bij verschillende organisaties weg moeten komen. En dat maakt een project als deze niet heel erg makkelijk. Dus ik vind het zeker een voorbeeld. Vandaag is er dan ook een boom geplant. Waar staat die symbool voor? De boom staat voor samenwerking, voor groei en voor verbinding.